Hallo. Ik ben bezig met iets nieuws. Oh, moet even uitzoomen. Ik wilde voor het najaar en naar de winter toe een nieuwe tas gaan maken. En dit stukje stof heb ik dat had ik gekregen. En dat vond ik in mijn kast. En daar wilde ik iets van gaan maken. Ik heb iets uitgeprobeerd, dus de eerste keer. Op internet zie je dat heel veel terug. Het zijn eigenlijk soort verenpatronen. Het is de eerste keer dat ik het heb gedaan. Ik moet zeggen, het bevalt prima. Het gaat heel goed. Het is wel veel werk. Maar ik ben tevreden. Dit is het klosje garen. Het loopt hier langs. Eigenlijk moet ik een kloshouder, maar dan moet ik eens even naar kijken. Ik heb er een speciaal voetje voor gebruikt, dus voetje 26 van Bernina. Ik heb de tandjes weggedrukt, dus ik ben vrij in kwilten. Ik heb hier een stellage gemaakt voor te filmen, anders zien jullie niks. Hoe ben ik te werk gegaan? Nou, ik heb een soort tussenbedding, noemen ze dat. Doen ze heel veel met kwilten. Ik heb een stof aan de achterkant, dat het eigenlijk dubbel gesandwiched noemen ze dat. Ik heb het erop eerst de stof gelokt, erop gestikt vast. En heb ik een tekening gemaakt en heb ik dat vervolgd. Zo ziet het uit. Ik ben net begonnen aan de andere kant van de tas. Even kijken. Hier heb ik met een krijtlijn, zoals jullie kunnen zien, een tekening gemaakt hoe ik het wil maken. En van hieruit ga ik steeds een ander patroon maken. En het veren patroon gaat dus zo rond. En dan weer aan de andere kant ga ik hier weer omhoog. Dit is de bodem van de tas. Ik ben tevreden. Ik zal het even opzetten en dan laat ik jullie zien hoe het werk gaat. Niet vergeten, want ik heb nu een kwiltnaald erin gedaan. Dat is wel heel erg belangrijk, want dat gaat heel goed door meerdere lagen stof. Dat is een vrij sterke naald, dus dat heb je wel nodig voor dit. Nou, tot zo. Nou, ik heb de stof weer onder de machine gedaan. Wat belangrijk is, is altijd de onderdraad naar boven te halen, want anders krijg je ja, lelijke knupjes. Dus dat hou je vast. Dus ik ga langs deze lijn omhoog. En dan maak ik een veermotief ervan. Ik laat jullie nog zien. Ik ga er langs. Je hoeft de middelste streep niet te maken, maar ik vind het wel mooi. En het geeft ook volume doordat ik deze tussenvoering heb gebruikt. En deze witte, dat is vrij dik. En het geeft, dit is fluweel. De stof is eigenlijk voor meubels, dus een vrij sterke. En dan kun je dus zo verder gaan. Het is makkelijk om een lijn te maken op de stof, dat is gewoon krijt.
Maar dan weet je tenminste waar je naartoe moet gaan. Als je het zo uit de vrije hand, dat wordt een beetje moeilijk. Ik zal hier de draadjes wegknippen. Ja, dit gaat dus zo rond. Ik ga een stukje verder en dan film ik dadelijk nog een stukje. Nou, ik ben weer begonnen. Eerst heb ik deze kant gedaan. Nu ben ik aan deze kant weer begonnen en ben ik tot hier gekomen. Je ziet ook dat het omhoog komt. Ja, ik heb het de vorige keer aan de andere kant ook gehad. Tot nu toe ging het goed, wie weet. Ik weet niet wat dit gaat doen. Ik ga nog een stukje verder. Als je zo'n veer maakt, moet je er rekening houden dat je aan twee kanten het veermotief moet maken. Dus aan deze kant en die kant. Dus als je te groot maakt tot deze, dan kun je niet links en rechts een veermotief. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dat je de wijdte telkens een beetje laat, dat je dan tot hier kan gaan. Dus daar moet je rekening houden. Dus die lijn en die lijn, die moeten toch een beetje een stukje open laten voor twee veertjes. Aan deze kant en die kant. Ik ga nog eens even een stukje verder. Zoals je kan zien is dat ik tegen deze rand van de andere veren ga. Deze heb ik extra wat kleiner gemaakt, omdat het het centraal middelpunt is. En deze kan ik daardoor ook wat groter maken. Als ik hier naartoe ga, worden ze vanzelf kleiner. Zoals je hier kunt zien is het net iets te veel. Dat vind ik jammer. Maar ja, is de eerste tas die ik probeer te maken van zoiets. Dus ik zie, ik heb iets te veel stof hier. Dus dan moet ik even kijken wat ik het beste kan doen. Nog redelijk. Ik kom zo weer terug. Zoals jullie kunnen zien, ik heb redelijk. Ik ben hier alleen niet zo tevreden over. Maar ja, over dit. Maar ik zal het even erbij pakken, sorry. Ik heb deze gekocht als handvat. Lijkt me wel leuk. Kun je erop naaien. Zit er nog een beetje strak. Kan een beetje uit elkaar. En dat lijkt me wel leuk voor een handvat. Is toch dan winter. Dus die komt erop. Nou, hier ga ik dus ook een tekening maken. Even kijken, waar heb ik het krijtje? Dus
nu heb je, wat ik wil doen is eigenlijk een beetje zo om. Dus in plaats van nog een keer die kant op te gaan, wil ik deze kant op gaan. Dat de verenpakket naar deze kant gaat. Dus hierboven zal ik ook iets kleins doen. En hieronder, links en rechts, en die kant en die kant. Ga eens even tekenen, kijken wat het wordt. Zoals jullie zien heb ik hier een lijn gemaakt. Ik had hem eerst naar deze kant, maar dan had ik hier niet zo'n opvulling. Dus ik zet hem zo. Om de stof iets beter te kunnen plat kunnen, dat het niet zo'n bulk wordt, heb ik deze eerst een lijn gemaakt. En van onder heb ik hem alle veertjes erop gezet. Dan ligt de stof wat vaster. Dus ik zou adviseren als je zelf met zoiets begint, om dit eerst de lijn volgen die je hebt getekend. Als je de lijn hebt getekend, dan kun je beter de veren gaan maken. Dan ligt de stof wat vaster. Dat had ik de eerste keer niet gedaan. En ik kwam erachter dat dat veel beter is. Ik zal nog een klein beginnetje maken. Dus van die fout van hierboven heb ik geleerd. Dus eerst de lijn volgen die je maakt als tekenlijn. En dan ga je er langs. En dat werkt eigenlijk beter, want dan ligt de stof wat stabieler. Kijk maar, nou gaat hij ook niet meer zo snel plooien. Nou ja, dat is mijn fout. Jullie leren daarvan. Het is de eerste keer voor mij dat ik het uitprobeer. En ik maak hem af. En dan laat ik zien hoe het project is gelopen. Nou. Dit is het geworden. Ik ben tevreden. Ik heb geleerd van mijn eigen fout. Ja, en die open plekken hier, die vind ik heel erg mooi. Het geeft een extra dimensie. Als je draait met de tas, tenminste met de stof, het wordt nog een tas, dan krijgt hij nog een andere, ja, weg speels, vind ik, ook een lichtinval. Wat heel handig is, is zo'n schaartje, een rond schaartje. Kun je heel goed de draadjes afknippen. Dan knip je ook niet in de stof, maar echt erop. Ja, je weet, ik heb dit gebruikt om de tekening te maken. Dat gaat heel erg goed. Het verdwijnt ook dus. Maar je kunt ook een stift gebruiken hiervoor. Maar dat moet iedereen zelf weten. Nou, ik ben tevreden. Je kunt stof behandelen. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Tot ziens.